Breda Nu. Je weet het meteen. De mensen op de Grote Markt zagen een opmerkelijk figuur op deze zonnige vrijdagmiddag. Raïd Nazim kruipt achterstevoren langs de terrasjes. Ik ga achteruit kruipen van Breda naar Amsterdam. Wie is er nou zo gek om dat te doen? Ja, ik natuurlijk. Dus ja, dat ga ik dus doen. Ik heb al eens een keer 80 kilometer achteruit gelopen. Ik heb een keer 30 kilometer achteruit gefietst. Ik heb een week als vluchteling geleefd. Dus ik heb eigenlijk al heel veel gekke dingen op mijn naam staan. En allemaal voor goede doelen. Dus... En deze actie, voor welk goed doel doe je het nu? Dat doe ik voor mezelf. En dat is, ik wil een eigen bedrijf starten. En dat is Raïd Fiets. En dat is een authentieke bakfiets waarvanuit biologische friet en een biologische kroket wordt verkocht. Je kunt natuurlijk een Albuzès doen of een Nijmeegse Vierdaagse. Maar ja, dat hebben al zoveel mensen gedaan. En ja, ik hou ervan om iets nog gekkers te doen dan anderen. Ja. En dat levert natuurlijk heel veel publiciteit op. Ja. Het gaat via crowdfunding, begreep ik. Ja, het is een crowdfunding site. Ja. Crowdfunding. Ja. En op die manier probeer ik zoveel mogelijk geld bij elkaar te halen. €10.000 nodig. Ja. Loopt dat tot nu toe een beetje? Of? Niet echt. Ik heb vandaag wel weer toevallig een donatie van €10 binnengekregen. En als mensen dan €10 of meer doneren, dan zet ik hun naam op de bakfiets. Ja. En dan krijgen ze een gratis frietje en een gratis kroket. Dus ja, dat lijkt me toch wel een leuke deal.